onze school is 4 jaar geleden gestart met een nieuw innovatiethema. We wilden School for Life zijn. En daar ontstond ook een nadrukkelijke wens om de buitenruimte veel meer te betrekken bij ons onderwijs. En toen hebben we gebruik gemaakt van allerlei subsidiemogelijkheden die er liggen. En van de provincie en van de gemeente Ede. Om ons plein nog groener te maken en nog meer ruimte voor spel, onderzoek en experiment. Kinderen hebben hier sowieso een heel rijk spel. Het is vooral heel veel hutten bouwen hier in het bos. Ja, ik vind het schoolplein heel leuk omdat we in een bos zitten en we hebben een voetbalveld. En met het bos kun je ook hele goede hutten bouwen met takken. En we zien op het kleuterplein waar meer tegels lagen, dat natuurlijkere spel ook veel meer op gang komt. En dat ze veel meer eens zijn met de natuur. En de natuur in hun spel meer betrekken. En hier kan er één. Hier kan een vogel op zitten. En hier kan ik inzetten om te kijken of daar vogels zitten. Dat je hier dan ook goed voor stoepertje kan spelen. We hebben net een oude tevredenheidsenquête gehouden. Nou, dat staat ook bovenaan het plein. En dat zeggen de kinderen ook. Het plein, het bos, het buitenspelen. En we zijn ook veel buiten. In de pauzes natuurlijk. Maar ook omdat onze lessen steeds meer buiten gegeven worden. Nu zijn we bezig met een activiteit voor geschiedenis, waarbij ze briefjes moeten zoeken. En het is een soort levend memory waarbij ze hun match moeten zoeken. Dus één iemand heeft het kaartje van een jaartal en de ander heeft het kaartje van een activiteit, wat de gebeurtenis die erbij hoort. Vanmiddag heb ik ook met geschiedenis, hebben we buiten ook een les. We hebben heel vaak buitenles en dat is ook wel leuk met zo'n heel goed schoolplein. Ik ervaar het eigenlijk wel als heel erg relaxed. Want de kinderen kunnen meestal gewoon lekker zelf aan de slag en ik hoef eigenlijk alleen maar te begeleiden. Het kost wel iets meer voorbereiding, dat merk ik wel zelf, maar dat is het meestal wel waard. Want je ziet het aan de kinderen, het is gewoon lekker actief en ook weer eens even wat anders. Ik zou zeker andere scholen aanraden om hun schoolplein te vergroenen als dat kan. Maar ik denk dat het voor ieder mens goed is om in de natuur te zijn. En als je daar mag spelen en leren en werken, is het helemaal fantastisch. Ik zou alle scholen aanraden van ga kijken of je tijd en ruimte hebt om deze subsidie aan te vragen. Maak een plan met kinderen, laat kinderen vooral ook meedenken hierin. Ze hebben de meest wilde ideeën, maar uiteindelijk met elkaar maak je dan gewoon een mooi plan om je plein te vergroenen. En er is geld, dus vraag die subsidie gewoon aan.